Ik ben Luc de Rijnck, de burgemeester van de Schelde gemeente Temse. Binnen het jaar willen wij de plaatsing van 32 camera's realiseren. Wij zijn met dat dossier al een aantal maanden bezig en wij hopen dit jaar in een stroomversnelling te komen en die 32 camera's te plaatsen op kwetsbare plaatsen in onze gemeente. Een zeer belangrijk dossier dat wij binnen de 6 jaar willen realiseren, of althans grotendeels, want het is zeer omvattend, is de opwaardering van Temse Centrum, meer bepaald de as Pastoor Boelstraat August Wouterstraat, inclusief de site van het OCMW en inclusief de ISA-site, een gedeelte van de Gasthuisstraat en een gedeelte van de Akkerstraat. Dat is eigenlijk zeer veelomvattend. Wij gaan ervoor een masterplan opstellen dat rekening houdt met de veiligheid, verkeersluw maken, winkelen interessant maken, de functionaliteit, esthetica. Dus wij willen daar een totale opwaardering doen van die as van het centrum. Een aanslepend probleem is de parkeergelegenheid op de Wilfortkaai. Zoals het op dit ogenblik is, is dat niet goed en wij zullen alles in het werk stellen om daar een efficiënte en passende oplossing aan te geven die voor iedereen best aanvaardbaar en gebruikelijk is. Op welke manier kan dat? Dat kan door gesprekken te voeren met de concessiehouder en te zien of er mogelijkheden zijn om andere voorwaarden te bekomen of eventueel de parking over te nemen. Wat wij zeker niet gaan doen, is de belastingen opslaan.